Voor mij gaat interne handelen heel erg over reflectie. En dat probeer ik zelf ook zoveel mogelijk te doen. Zowel tijdens het proces als achteraf. Of zodat je dat in de volgende keer weer misschien aanpassingen kunt doen of kunt meenemen. Ja, integriteit is voor mij heel erg dat het vooral gaat om de betrouwbaarheid van het werk wat wij leveren en van de wetenschap. Dus om ervoor te zorgen dat de experimenten die je doet en de manier waarop je dat uitvoert, dat dat heel erg betrouwbaar is, dat je dat op een goede manier doet. Zodat uiteindelijk wat gepubliceerd wordt ook iets is wat mensen echt kunnen vertrouwen. En ik denk zeker in deze tijd waar de betrouwbaarheid van de wetenschap toch een beetje onder druk staat. We hebben hele discussies van ja, wetenschap is ook maar een mening en ze veranderen continu hun standpunten. Dat juist wat de wetenschap doet heel erg betrouwbaar moet zijn. Hoe doe je dat dan, dat betrouwbaar maken van je onderzoek? Ik denk dat dat uiteindelijk vooral komt om mensen continu erop te sturen dat ze zelf integer moeten handelen. Ik heb nu een groep met 5 AIO's en uiteindelijk op de betrouwbaarheid van het werk wat uit onze groep komt, is afhankelijk van de manier waarop mijn AIO's hun werk doen. Dus ik druk ze er heel erg op om ervoor te zorgen dat ze het op een integere manier doen. En ja, wat ik daarbij ook altijd zeg, uiteindelijk gaat het er niet echt om hoeveel je publiceert, maar het gaat erom wat je publiceert. En dat wat je publiceert van goede kwaliteit is en dat het ook reproduceerbaar is. We hebben daar vaak wel discussies over, want de AIO's die zitten aan het begin van hun carrière en die zijn ook wel heel erg gebrand op, nou ja, ik wil hierna verder in de wetenschap. En dan is het belangrijk dat ik veel publiceer, dat mensen zien wat ik doe. Ja. En dat ze ook zien dat ik iets kan produceren. En dat zijn lastige discussies, omdat je daarbij aan de ene kant dan zegt, ja, je kunt de kantjes er vanaf lopen om te zorgen dat je veel publiceert. Maar uiteindelijk wat je dan publiceert is ja, niet betrouwbaar en daardoor ook niet van goede kwaliteit. Ik ben zelf natuurlijk ook AIO en ik herken een beetje het continuum, zeg maar. Aan de ene kant wil je heel graag goed werk afleveren, betrouwbaar werk afleveren. En dat vind ik ook heel belangrijk. Maar aan de andere kant is het soms voor jou persoonlijk in je voordeel om veel af te leveren. Ja. Wat dus een andere insteek is, omdat dat... dat is toch wel vaak waarnaar gekeken wordt. Als je verder wil in je carrière, als je een cv bouwt, dan staat het altijd heel veel hipper of veel vollediger als je daar een rij met publicaties hebt staan. Maar tegelijkertijd vind ik het inderdaad ook wel heel belangrijk dat het gaat over de kwaliteit van wat er gepubliceerd wordt. Dus dat is soms best wel een lastige... zeker als je een jonge onderzoeker bent die nog een carrière moet gaan starten, zijn dat best wel vragen waar mensen tegenaan lopen. Ja, ik denk dat de vraag heel erg moet gaan over wat vinden we belangrijk als wetenschappelijke gemeenschap. En dan kan je het hebben over de universiteit, maar ik denk dat het eigenlijk veel breder gedragen moet worden. Dus wat zijn de dingen die we waarderen? Gaat dat inderdaad over hoeveelheid publicaties, maar of gaat het over de kwaliteit? Dus gaat het over bijvoorbeeld waar zijn die publicaties of waar zijn die gepubliceerd, die onderzoeken? Maar bijvoorbeeld ook, wat is de impact van het onderzoek voor bijvoorbeeld de maatschappij? En in hoeverre heb jij in jouw project of in je onderzoek aandacht gehad voor het communiceren van die resultaten of die inzichten naar de maatschappij? Ja. Ik vind dat laatste zeker een punt is waarvan ik denk dat we daar best wel nog wat meer aandacht aan mogen besteden. Ja. Want ik vind het zelf bijvoorbeeld best wel gek. Ik ben dan PhD-student, dus ik heb een onderzoeksproject van een aantal jaren. En ik moet dus wel voor mijn proefschrift een aantal artikelen schrijven. Maar er is eigenlijk helemaal geen criteria over wat de impact van dat onderzoek is voor de maatschappij of hoe ik dat gecommuniceerd heb. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk ook een verantwoordelijkheid is van ons als wetenschappelijke gemeenschap. Ja. Dat we daar ook over nadenken of in ieder geval daar continu aandacht voor hebben. Ja. Maar dat betekent ook dat er ruimte moet komen, want we kunnen wel criteria toevoegen zoals deze. Maar ik denk dat we ook moeten kijken van moeten er misschien niet wat criteria minder belangrijk gaan vinden, zeg maar. Want je kan niet alles doen. Ik denk uiteindelijk als je echt iets wilt veranderen,
Dat het echt op wereldwijde schaal moet gebeuren. Ja. En niet alleen bij de universiteiten, maar zeker ook bij de funding agencies. Dus het is uiteindelijk wel mooi als je op een hele integere manier wetenschap bedrijft. Maar als je daardoor vervolgens geen funding kunt krijgen om je wetenschap uit te voeren, dan heb je ook weer een probleem inderdaad. Heb jij wel een situatie meegemaakt waarbij je integer handelen belemmerd wordt of in ieder geval onder druk gezet werd? Ja, ik heb nooit de situatie gehad dat mijn eigen integriteit daardoor onder druk werd gezet. Maar ik denk dat ook kwam doordat ik voor mezelf heel erg duidelijk heb hoe ik als wetenschapper wil fungeren. Maar ik heb een aantal jaar geleden, anderhalf jaar bij Harvard Medical School in een grote groep gelopen. En daar werd heel erg gepusht op maar het snel genereren van resultaten. Mm. Dus je moest eigenlijk al heel snel een opzet maken van het artikel wat je verwacht dat je onderzoek naar zou leiden. En eigenlijk wat ze dan verwachten is dat je elke 2-3 weken bij wijze van spreken een figuur daarin kunt vullen met data. Zoals we allemaal weten loopt onderzoek nooit zoals gepland. En dat betekent ook dat je vaak vertragingen hebt. Maar daardoor krijg je zo'n disbalans tussen wat eigenlijk mogelijk is en wat verwacht wordt. Dat het eigenlijk heel lastig is om daarin in tegen te blijven handelen en niet zelf maar wat data te gaan invullen wat niet rechtstreeks uit experimenten komt. En voor mezelf kon ik dat wel een plek geven, maar ik merkte wel dat vooral jongere onderzoekers dat heel erg lastig vinden, omdat ze ook eigenlijk het groepshoofd wel willen bieden waar hij dan in dat geval om vroeg. Ja. En ik denk dat echt hetgene is wat de verandering teweeg moet brengen. Is dat het inderdaad systeembreed meer een idee moet worden van er moet gewoon integer gehandeld worden in de wetenschap. Ja. En dat daardoor de druk op de jonge onderzoekers en de onderzoekers die nog hun weg moeten vinden in dit veld een stuk lager wordt. Zodat ze zich ook kunnen ontwikkelen tot integere wetenschap. Integere wetenschap wordt niet gedreven door een streven naar persoonlijk gewin of carrièregroei, maar door nieuwsgierigheid en de behoefte om de waarheid te willen weten.